Julia Bosman volgt Klaasje Meijer op als de blonde van K3. Maar wie is de Nederlandse eigenlijk? We zochten het uit. Julia werd geboren in de Nederlandse stad Bergen-op-Zoom. Daar woont ze nu nog steeds bij haar ouders. De stad is niet zo ver over de grens van België. Ze is dus voorlopig nog niet van plan om, net zoals Josje en Klaasje, te verhuizen naar ons land. De 19-jarige studeerde tot voor kort interieuradvisering. Maar die studies gaf ze net voor haar deelname aan K2 Zoekt K3 op. Haar zangtalent heeft Julia trouwens waarschijnlijk van haar moeder. Zij zingt ook al haar hele leven bij verschillende verenigingen. En haar vader zou heel goed kunnen dansen. We hebben een mooi mixje in elkaar gezet en daar komt dan een K3'tje uit. Vertelde Nienke, Julia's moeder. Julia heeft een relatie met de 23-jarige Ben Broek. Hij werkt als bioscoopmanager en acteur. Ze zullen nu minder tijd voor elkaar hebben, maar daar maakt Julia zich weinig zorgen over. Dat hoeft geen impact te hebben op onze relatie, integendeel. We zijn geen koppel dat elkaar voortdurend hoeft te zien, zei ze aan het laatste nieuws. Ze neemt als voorbeeld Hanne, die al jaren samen is met haar man Jorn. En Klaasje, die ook bij haar vriend Max bleef. Een relatiebreuk, omdat ze nu een K3-leven leidt, zit er dus volgens Julia niet in. Trouwens, opvallend is dat Julia tot voor de wedstrijd nog een brunette was. Ze blondeerde haar krullen vlak voor haar deelname, om zo nog beter in het plaatje te passen.